Vandaag in het Hart van Brabant Nieuws. Chef Sebrechts genomineerd als vrijwilliger van het jaar. Feest bij de Irene Woest ijsbaan vanwege 10-jarig bestaan. Tilburg kan niet zonder haar vrijwilligers. En om deze harde werkers in het zonnetje te zetten, reikt kantoor De Twern jaarlijks vrijwilligersprijzen uit. Van de 3 genomineerde vrijwilligers van het jaar hebben we een klein portretje gemaakt. Dit derde en tevens laatste portret gaat over chef Sebrechts. Ik ben chef Sebrechts, ik ben 66 jaar. Ik ben vrijwilliger hier bij de Poorten. En doe ik vrijwilligerswerk bij Willem II, Zonnebloem. En ben voorzitter van de cliëntenraad mee, regio Tilburg. Voorzitter van de centrale cliëntenraad mee. En voorzitter van het platform Jeugdzorg, Belangenbehartiging, Hart van Brabant. Ik denk dat ik gewoon ingemengd. Ik ben al 15 jaar al begonnen bij de KWJ. Katholieke Werk de Jongeren, daar was ik ook al een soort vrijwilliger. Toen ben ik in een ondernemersraad kan zitten van Philips. Centrale ondernemersraad van Philips. Binnen de vakbeweging heb ik de vakbondswinkels nog gedraaid. Dus, en dan, toen werd mijn vrouw ziek in 1955 en ben ik mantelzorger geworden. En door de mantelzorg ben ik meer in de zorg vrijwilliger geworden. Chef is dus eigenlijk uit noodzaak de wereld van de vrijwilligers binnengestapt. Toch heeft chef het doen van vrijwilligerswerk en het klaarstaan voor anderen niet van een vreemde. Een eigenschap die zijn moeder had, herkent hij nu ook bij zichzelf. Nou, de zorgzaamheid. Mijn moeder was altijd bezorgd over. Ja, vooral toen mijn vrouw ziek was, was ze echt bezorgd over. Maar ook de schoonmoeder was er precies hetzelfde. Ja. En mijn moeder deed ook al vrijwilligerswerk binnen de kantoor De Twern in deze wijk dus. En niet alleen chef heeft plezier van het werk dat hij doet, ook de mensen die met hem in aanraking komen, zien hem als een steun. De aanspraak, zeg maar, ze komen toch gauw jou iets vertellen wat aan de hand is. Ze zoeken graag contact met mij voor een praatje. De glimlach op het gezicht van de mensen die hij helpt, dat vindt chef het mooiste om te zien. Nou, bij de aanslag is het overal, want de aanslag vind ik eigenlijk nog steeds het leukste. Ik neem er af en toe mensen mee naar Willem II en die zitten dan echt te genieten. Dat hij genomineerd is als Tilburgs vrijwilliger van het jaar, dat betekent voor chef heel erg veel. De waardering van de mensen om hem heen zorgt ervoor dat hij dit werk blijft doen. Dus stoppen zit er voorlopig nog niet in. Ja, ik ben wel blij. Dat is een stukje waardering voor al de jaren die ik eigenlijk aan vrijwilligerswerk doe. En vooral ook een stukje waardering voor 35 jaar mantelzorg. Zolang ik nog gezond ben en helder bij geest, blijf ik gewoon doorgaan. Vroeger was het misschien meer als werk, maar sinds 2004 dat ik werk ben bij Philips, het is meer vrijwilligerswerk geworden. Het is feest bij de Irene Woest ijsbaan, want dit jaar gaat de schaatshal voor het 10e jaar open. Naar aanleiding van het jubileum is er een feestweek georganiseerd om ook de bezoekers het feestje mee te kunnen laten vieren. En om meer mensen kennis te laten maken met de schaatsport, staan er deze week dus een hoop activiteiten op het programma. Nou, ik denk dat je een feestje moet vieren op het moment dat je een ijsbaan een 10-jarig bestaan hebt. Voor de 10e keer dat we deze ijsbaan openstellen. Voor iedereen eigenlijk de gelegenheid in Tilburg om kennis te maken met de schaatssport in brede zin. Dan moet je er gewoon eens een week voor uittrekken. Eindelijk aan het begin van het seizoen, zodat de mensen kennis kunnen maken met wat er allemaal te doen is in deze ijsbaan. Om wellicht vaker te komen schaatsen in het seizoen. Of lid te worden van een schaatsvereniging, een lange baan, ijshockey, kunstrijden. Om actief extra deel te nemen aan die schaatsactiviteiten. Zo kwam op maandag de selectie van het eerste elftal van de Tilburg Trappers langs, waren dinsdag kunstrijders te gast en woensdag stond het disco schaatsen op de planning. En hoewel de activiteiten in de loop van de jaren zijn veranderd, blijft de baan zelf wel altijd hetzelfde. Nou, op de baan op zich is niet zo heel veel veranderd. Ja, we brengen er wat meer kleur en wat meer sfeer in. We zorgen dat we meer activiteiten aanbieden buiten het schaatsen, juist voor de gezinnen. We hebben nu een ander tariefensysteem, zodat het wat goedkoper wordt voor gezinnen om hier binnen te komen. Op de zaterdag en de zondag kun je voor €17,50 met 5 mensen komen schaatsen. Ja, dat is weer heel aantrekkelijk in vergelijking met andere banen in deze regio. En daardoor proberen we juist veel mensen meer te laten schaatsen of in elk geval kennis te laten maken met schaatsen. Verder doen we veel een energiebesparing. Op de Irene Wiesbaan zijn er zonnepanelen geplaatst. 50% van onze elektra voorziening wordt op die manier verwekt. Ja, en zo zijn we toch elke keer bezig met een stukje sfeer, maar ook energiebesparing. Verantwoord exporteren noemen we dat maar. Vanuit de hele regio weten bezoekers de weg naar de schaatsbaan te vinden. Helemaal omdat het schaatsen op natuurijs steeds lastiger wordt. Een indoor schaatsbaan biedt dan uitkomst.
Nou, ik denk dat iedereen wel behoefte heeft aan een schaatsbaan. Zeker nu het natuurreizen niet meer normaal gesproken elke dag of elk jaar aanwezig is. We merken dat wij bestuursleden hebben van diverse verenigingen die er hard aan trekken, die enthousiast zijn. En dan zie je ook dat bij schaatsscholen, maar ook bij de verenigingen, steeds meer leden zeggen, nou, ik vind het leuk om te gaan schaatsen onder begeleiding. En eigenlijk het hele jaar door, of zeg maar, wij zijn nu open vanaf 12 oktober tot 22 maart, dus ruim 5 maanden. En dan kunnen ze het hele jaar schaatsen in plaats van die paar dagen dat we wellicht natuurreis hebben.